We staan op de markt van Middelburg vandaag. Zoals u misschien van ons al gewend bent, zijn we regelmatig dit jaar hier met het aanreiken van cadeaubonnen. Net 14 euro bij de dieren speciaal marktkraam gekocht. En dat was nog maar 9 euro, want ze heeft 5 euro van ons meebetaald gekregen. Alsjeblieft! Kijk, en dat op de vroege ochtend. En dat op de vroege ochtend. En je schoonmoeder heeft ook weer te eten. Hè? Helemaal goed. Ja, dat is waar. We hebben een pasje namens de markt hier van Middelburg. Kan je zo meteen inleveren, dan wordt je aankoop wordt 5 euro goedkoop. Leuk dat je bij ons bent hier op de markt en zeker bij Dekker. Altijd lekker. Een hele tas vol, lekker futs van deze kraam hier. Ja, het komt oorspronkelijk uit Engeland en we maken alles zelf. Zeg maar. Kan ik jou de laatste geven? Het is een mengeling van zoetigheid. Lekker smikkelen en smullen. Van de futs hier van deze kraam. Ja, de modellen worden hier geboren waar je bij staat hoor. Kijk eens, we leveren het weer op maat. En deze kraam heeft op maat de aquamat afgesneden voor mevrouw. Kostte een tientje. En dat tientje, dat hebben we net voor haar betaald. Dus ze heeft de aquamat, u raadt het, gratis. Bedankt. En veel plezier ermee. Ja, met deze hartstikke leuke mannenmodewereld. Moet je eens even zien. Wat moest meneer bij je betalen? 39,95. Nou, dat wordt 29,95. Want in dat tasje zit 10 euro. Er zit 5 euro in. Dat kan je bij die meneer hier besteden. Gaat van de prijs af wat je uitkiest. We gaan nog wat goedkoper voor je maken. Hier. Om je te stimuleren dat je weer achter die machine gaat van je. Kijk, haal eraf. Dankjewel. Luister nou eindelijk eens naar een man. Doe eens wat hij zegt. He, dat valt voor jou niet mee, dat weten we. Er zit een tientje in. En als je hier bij Patrick het koopt, krijg je een tientje korting op hetgene wat je dus laat afritsen. Superleuk. Namens de markt, hè? Ons allemaal. Er zit 5 euro in. En als ik het goed heb gehoord, hoeft meneer nog maar 20 cent te betalen. Ja. Nou, dat is nog maar 20 cent zeg. En dan zeggen ze nog dat de vis duur betaald wordt. 20 cent met bijdrage van de markt. In dat tasje zit 5 euro. Dat pakt die jonge dame van u aan. Leuk dat je gezellig bij ons het visje komt halen op de markt. Wat kost die hond? 8 euro. Nou, weet je wat? Daar maken wij 3 euro van. Weet u dat? Want u krijgt een tasje van mij, alsjeblieft. Daar zit 5 euro in. En dan hoeft u nog maar 3 euro bij te betalen. Heb je nou toch even een hond of niet, hè? Oh. 5 euro voor jou, mevrouw. Heel graag gedaan. Toch het mooie van de markt, hè? Dat je van alle markten thuis bent hier. Ook bij de plantjes. En alle kruiden en het zomergoed nog. Kijk eens even wat we trots zijn op de markt op deze uitstraling hier. Er is altijd veel werk. Er zit 10 euro in en dat kun je zo meteen aan die mevrouw geven. En die haalt het van je prijs af. Winnares ben je! Dus meneer hoeft nog maar 3,50 te betalen. Hé! Hey. Ja, je hebt dubbelprijs. Dubbelprijs, alsjeblieft. Er zit in dat tasje 5 euro. Dat kun je hier inleveren en dan gaat er 5 euro van je kaas af. Van de prijs af, neem me niet kwalijk. Dan wordt het een beetje minder voor jou. Ik val niet op mannen, maar ik weet wel dat dit een leuke man is. Kijk eens, hij krijgt de rekening van 60 euro en die wordt gewoon even 50 euro aan allemaal lekker naaien. Nou. Je wordt een kleine jongen ervan. Je wordt een kleine jongen. Ja, en het is al zo lekker weer. Nou, ga lekker eten, lekkere beer. Meneer bedoel ik. Hey, dat is een tientje verdiend. Alsjeblieft, man. Goed zo, namens de markt hier. De vrouw is 20 plus, dat kun je gelijk zien. Ik zal u verklappen wat erin zit. Dit kost 19,90 wat u aan heeft, dat wordt 9,90. Ja, want er zit een tientje in. En dat krijgt u van de markt van ons. Nou, kijk, ja, nou, ik bedoel maar even, hè. Een en al kleur, ze heet misschien wel Fleur, dat weet ik niet, maar in ieder geval. Ja, doen dan, tuurlijk, gewoon doen. Alsjeblieft, staat hartstikke goed. Hier, mevrouw, voor u heeft ook wat in uw handen, hè, want je staat toe te kijken. Ik heb, kom op, je bent een goede klant op de markt. Er zit een troostprijs in, wat heet troostprijs, 5 euro kunt u ook hier besteden. Bij Ineke Mode. De rest mag je aanhouden hoor, dat hoeft niet verder. Dus goed.